De Dien wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. We hebben nauwelijks geslapen de afgelopen dagen en nu al 24 uur niet. We komen hier aan bij een huis. We niet weten wie er woont, waar we zijn. We rijden hier nu naar binnen. We hebben net een halve ton overgemaakt. En we gaan het wel zien. In deze serie zie je hoe wij ons in een belachelijk avontuur hebben gestort waar iedereen ons voor gek verklaarde. Vergeet niet te abonneren en wat liefde in de commentsectie te gooien. Dat helpt ons. Evenals de Dien streamen, merch cadeau te doen aan al je vrienden en vooral je kaarten te bestellen voor de clubtour om Tobias en mij aan te komen raken bij de First Goodbye Tour van de Dien. Vorige keer in de Dien besloten we tegen alle adviezen in het risico te nemen om naar Amerika te vertrekken omdat het rond leek te zijn met de game. Totdat... Misschien, maar wat er ook gebeurt, jullie gaan het zien. Het is de Dien. Ik zet alles in de fik, op naar de top. Mijn vrienden en ik, het is de Dien. Ja, ik ben toch echt voor de game. Voor de game, oké. Nee, ik zeg het gewoon. De game is voor mij gewoon echt de grootste legend. En ik zou het liefst met hem werken. Ja, oké. Hoi, hoi. Wat nou? De game kan alleen direct als we aankomen. Oh, dat is fijn. Ja, maar en het andere ding? Ja. Het andere ding is. Maar ik heb wel Lil' Kim. We moeten gewoon zorgen dat we de reality als een soort van. Clip wordt. In slow-mo draaien en het overleg tussen ons en dat hij mij coacht of misschien, weet ik veel, die drie woorden die hij met mij wisselt. Die moeten we hebben en die gaan we dan als clip gebruiken. Ja, ja, ja. Dan hebben we al een nummer. Wat doen we met muziek? Want, ja... Muziek moet hier niet zorgen maken. Nee. Oh, dat is fijn. We landen dus over 16 uur. Dan moeten we gelijk gaan opnemen. Alleen, wat we gaan opnemen, dat weten we nog niet. Om alle stress, maar ik haat dit. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik vind het verschrikkelijk. En dat... Alles is stress. Ik heb hier geen zin meer in. Nee, ik kijk er heel erg tegenop. Dat hebben we nou wel gehoord. Nou hou je je bek. Wel lekker eten in L.A. Dat ja. We zijn eindelijk zover. Het moet nu echt gebeuren. We zijn bij Bas en Steve en Toby blijft maar zeuren. En ik ben doodsbenauwd of we dit gaan betreuren. En ik ben doodsbenauwd om op mijn bek te pleuren. Ik kijk elke docu, luister onze tracks. In mijn hoofd gaat alles mis. Ik vind hij me wack. Gebeurt het wel of niet? Zijn we straks failliet? Worden we neergeschiet? We zijn op vreemd gebied. Moet ik in het Engels rappen? Voel ik dat niet? Nee, ik wil niet meer. Ik wil dat niemand dit ziet. Ik ben ineens heel ziek. Ik ben nu echt in paniek. Maar we kunnen niet meer terug, want we zijn overseas. Ja, daar zat een krijsende baby voor me. Die had geen tv'tje in, een long uit, een lichaam aan het persen was. Elke vijf minuten anders zelf moeten wringen in die stoel, omdat ik dan doorlichtvlekken kreeg. Wat? Oh, nee. Oh, dat is verschrikkelijk. Goed, we zijn dus in Los Angeles en we hebben net 16 uur gevlogen en moeten gelijk diezelfde avond nog door naar de game. Want dit is de enige dag waarop hij kan. Geen ideale situatie dus en zeker niet omdat we zo weinig geslapen hebben. Maar het is niet anders. In ieder geval heeft Tobias vervoer geregeld, zoals alleen hij dat kan. Ah, rot op. Rot op. Die auto is van even groot als ik. Ja, als je Tobias beheerder maakt van je bedrijfspas, krijg je dit. Het is een presidentsauto. Heerlijk. Het is een fucking house of cards. Maar even over dat geld. Dat is geld wat we over de jaren hebben verdiend met de Dien optredens en de Dien samenwerkingen. Tobias en ik hebben met elkaar afgesproken dat we geld dat we hebben verdiend aan de Dien ook besteden aan de Dien. Het is eigenlijk een soort bedrijf geworden. En om een bedrijf gezond te houden, moet je af en toe investeren. Dat doen we omdat we deze serie met het allergrootste plezier maken en alles op alles willen zetten om het vetste resultaat te behalen.
Van het maken van storyboards, brainstorm sessies, studio sessies, teksten schrijven, soundtracks voor onder de edit, tot aan de edit. Dit project is pure passie. Alleen met twee maniacale CEO's aan het roer gaat dat investeren af en toe nogal snel. Het is groot, het is gigantisch. Wat heb jij geboekt? Wat kost dit? Nou, het is wel duur, maar... Wie betaalt dit? Dat doen wij dan. Dacht ik, dan pakken we ook even uit met de clips. Heeft papa ook een beetje plezier. Maar is dit het feestseizoen waarin we al het geld wat we ooit hebben verdiend uitgeven? Ja, alles gaat eruit. Alles gaat eruit. We wilden wat geld verdienen om weer te kunnen investeren in clips en in een volgende serie. Dat is helaas niet gelukt, want... ja, ik heb nu lasers geregeld en VJ. Ja, oh, het zijn er drie, hè? Eén laser is geen laser. Nou, twee lasers is een halve laser. Drie laser is een echte laser. Wie een beetje iets lager voor... Ik ga er ook uiteindelijk wel mee akkoord, omdat ik ook gewoon wil dat het een vette show wordt. En ja, dat is uiteindelijk het leukst. Maar ik denk niet dat de zaal echt zoiets heeft van... Oh, wat een vette show. Jammer dat er geen lasers waren. Ook voor de huidige tour zijn er al de nodige uitgaves gedaan. En Tobias gaat eindelijk onthullen wat er toch in die kist zit. Ik heb een animatronic laten maken. Animatronic. Dat is dus een animatronic. Een robot. Het is een robot-dino. Nee, het ziet eruit als een echte dino. Het is een triceratops die ik heb besteld. Alleen er zit een robot in. Ja, hij heeft even hoeven. Een dino. Kan ik erop zitten? Ja, hij heeft een zadel. Ja. Dit slaat nergens op. Hij heeft een zadel. Kost dit? Jij kan erbij zijn. De clubtour van de Dean en DJ De Makelaar. Tilburg, Utrecht, Nijmegen, Zwolle, Leiden, Enschede, Arnhem en Maastricht. Klik op de link in de beschrijving en get your tickets. Terug bij de autoverhuur in Amerika. Ja, maar het is wel leuk. Ja, hier was het nog leuk, maar de stemming sloeg al vrij snel om. Wat is er nou aan de hand? Ja, het is wit. Dat zag je net toch ook wel? Vette auto, mijn plaatje was hij zwart toen ik hem boekte. En ik wil... Dat zag je net ook! Ja. Dus nu? Ja, kijk of er een zwarte auto te regelen valt, ja. Maar helaas, er is geen zwarte en hij had het al zo zwaar. Arme Toby. En dus gaan we in een witte auto naar het appartement om ons klaar te maken. Ik heb gewoon het idee dat ik in een droom zit. Dit kan een leuke droom worden, maar het kan ook veranderen in een nachtmerrie. Ja. Het gaat sowieso een zweetdroom worden. Ja. Ik heb dus net allemaal beats opgestuurd gekregen. Eindelijk. Dus ik ga nu maar als een gek die beat luisteren. En dan maar wat dingen schrijven. Hoe voel jij je nu? Alle mogelijke scenario's zijn door mijn hoofd geschoten. Ja. In de allermeeste gevallen is het volledig misgegaan. Ja. Gewoon alleen maar ellende is er door mijn hoofd gegaan. Nou, wat leuk, jongens. We maken ons klaar om richting het huis van de game te gaan. Stiebidi Papap strijkt mijn t-shirt. Bas neemt nog even de laatste dingen door met ons tussenpersoon. En Toby zit naakt op de grond te balen van zijn camera-stabilisatiesysteem... wat tot overmaat van ramp kapot is gegaan in het vliegtuig. En terwijl bij mij de spanning en zenuwen ook stijgen... wil ik graag nog even iets doornemen met de jongens. De eerste ontmoeting lijkt me wel gewoon heel belangrijk... Dus ik dacht, misschien kan ik dat even een soort van repeteren of zo. Je was, ik ga dat niet doen. Ik schiet in de lach. Ja. Hallo. What's up, what's up? Ja, dat is zo vriendelijk. Au, mijn rug! En dan, wat ga je dan zeggen? Nou, dan zeg ik, zou ik dan zeggen, my name is Dean? Of zou ik zeggen gewoon, my name is Daan? Hij zegt, hij is de game. Oké, ja. Dan zeg ik, de Dean. En dan? I'm from the Netherlands. And I first wanted to say that I'm really thrilled to work with you. And I want to pay my respect for what you did for the music industry. Because it's... Dus denk je dat dat goed is om te zeggen? Beetje kruiperig. Ja, maar ik wil wel gewoon... het is gewoon echt een rapgod. Want ik vind dit wel. Als je het vindt, moet je het zeggen. De pet? Dat zou ik niet doen. Nee? Roes de pet. Steef? Ik zou het ook niet doen. Ja, maar ik ben zo, zeg maar zo, ben ik gewoon... Zo is het goed. Ja, maar ik ben zo echt super white. Dat ben ik ook. Ja, maar nu ben ik gewoon een dertiger met weinig haar op zo. Het gaat toch om wat je te leveren hebt? Hallo.
De Dean. Yeah, it's the Dean. How are you, man? Oh, nu ging ik al grappig doen. Ik zei, yeah, it's the Dean. Ja, nog een keer. Hello. The man the game. From Amsterdam. My name is the Dean. I'm welcome. Yeah, thank you very much. Had a good flight? Yeah, it was a long flight, but yeah, I'm yeah, this is Tobias. Hey, Tobias, hello. This is my partner in crime, and I must say I'm thrilled to work with you, and I'm honored to be here, and yeah. Good team. Listen up. Let's go to the studio. Cringe level 1000. Dit was bijna niet om aan te gluren, en of het daadwerkelijk heeft geholpen, weet ik ook niet. Maar gelukkig geeft Tobias nog wat goede tips. Go with the flow en vertrouwen in jezelf. Dat is het. Ja. Dat is het enige wat je kan doen. Wie betaalt, die bepaalt. Ja, het zal hem allemaal aan zijn reet roesten. Jij komt met een zak geld aan. Ja. Jij erachteraan rommelen. Dan komt ja. Je hoeft maar dit te doen en dan wordt het geld gewaaid. Ziet jouw vader klaar? Mijn vader zit klaar, ja. Die zit er. We zijn bij een kwaliteitsrestaurant waar we nog even wat gaan eten voordat we onze tussenpersoon ontmoeten en naar het huis van de game gaan. Hamburger. Wat wil je erbij drinken? Huh? Een hamburger, 2 cheeseburgers with onion, 2 vanilla, veggie burger, 4 fries. Yeah. Ja, ja, mooi hè. Yeah. En dan meldt ons tussenpersoon zich met een mededeling. Dat jij even het contract gaat tekenen. Nu. Ze wil het geld overgemaakt hebben. Voordat we erheen gaan. Dat kan niet, want mijn vader die zit over een uur pas klaar. Straks zie je of wij het een goed idee vinden om het geld al over te maken voordat we ook maar een glimp van de game hebben opgevangen. Maar eerst had ik nog iets in te lossen. Ik heb namelijk een belofte gemaakt. Nou, zo dan, hè? Eens even kijken, wie hebben we hier? Mijn naam is Spanish. Dit is Bob Spanish. In seizoen 2 van de Dean hielden we een talentenjacht met als inzet een collab met mij. En daar deden grote talenten aan mee. En uiteindelijk won... We legden focus, overdosis. Ben de hele dag op rappermodus, want al die wacky shit is streng verboden. En het rapniveau gaat je pet erboven. We hebben stroom voor je stekker doos en ook voor je splinter nieuwe snelle mode. Bob Spanish. En nu, bijna een jaar later, is het eindelijk zover. Eindelijk Bob Spanish eindelijk. In de house. Het heeft wel geteld 10 maanden geduurd. Hè? Ja, 10 maanden. Bob is de eerste, hè? Het spijt me, Bob. Maar je bent dus wel de eerste. Hoor je dat? Bob is de eerste. Ja. Maar waar de fok zijn we eigenlijk? Nou, bij Ricky West. Ricky woonde vroeger tegenover mij. 1 minuut lopen van mij verwijderd. En tegenwoordig woont hij 17 uur en 33 minuten lopen bij mij vandaan. Hij is namelijk verhuisd voor de liefde. De love. L'amour. Hey, we zijn in mijn nieuwe studio in Kuik en hier zou ik voortaan mijn muziek gaan maken. Dus ja. Hier gaan we alle bangers bouwen. Dit is je studio. Ja, zeker. Ja, dit is mijn nieuwe studio en dan hier zou ik voortaan gaan werken inderdaad. Dus we zijn al lekker bezig. We hebben wel een leuke opzet gemaakt met z'n drieën natuurlijk. De tijd, allemaal horloges zijn van vorig jaar. Ik leg het voor je klaar, net zoals klokjes in vitrinekasten. Voor de jaren, kom met de tijd, allemaal horloges zijn van vorig jaar. Ah, dit is top. Ja? Dit is top. En Jake, wat vind jij? Ik ben heel tevreden met de tune. Ik ben blij met de beat. Ik vind Bob's verse hard. Ik kan niet verwachten dat, zeg maar, dat hij zo experienced zou zijn. Ja, ik vond het echt heel gruwelijk, ja. Ja? Ja, ik heb genoten, ja. En nu? Een clipje erbij. Zo gezegd, zo gedaan. Laat Bob Spanish ook even zien wie de dino's zijn, want morgen komt de track Dirigent uit. Geef hem wat liefde en check vooral ook even de clip. En wie weet zien we Bob ook terug tijdens een van de Dean-shows. Een heel leuk dingetje is Jens uit mijn voetbalteam is er. Jens heeft me eigenlijk wel een beetje geïntroduceerd in het rappen. Want ik maakte altijd met hem een nummer voor het voetbalteam, voor het teamweekend. Waarin we iedereen dan gingen roosteren, alleen dan in een nummer, in een rap. En ik dacht van ja, ik moet toch gewoon een keer een nummer met hem opnemen. Alleen hij heeft nog nooit opgetreden. Dus hij is zijn hele jeugd is hij al aan het rappen, maar hij heeft gewoon nog nooit opgetreden. En de eerste keer dat hij dan gaat optreden is in een uitverkochte Melkweg in de grote zaal. Dus dat is wel echt vet. Behoud grip en auto deur op de knip, dit is de Dean en ik. Twee matrozen en de bieders. Ben je, maar hey, je bent een beetje stilletjes. Ja, ik zit ermee zo gewoon te denken aan zo. Ja. Maar het is jouw eerste optreden ooit, hè? Jens featuring de Dean. 4 minuten lang alleen maar bars op een boom-bap beat geproduceerd door Ricky West.
Wanneer het uitkomt, weten we nog niet. Wie weet ooit een EP'tje met z'n tweeën. Maar wat ik wel weet, is dat ik Jens heb zien shinen. Niet in de haak als een vis in het water. Bijt niet op het aas, beter ga je beter aas halen. Wel nee, want dat is water naar de zee dragen. Woeste baren, die storm wil je niet meemaken. Voel het aan mijn water, zet de bas lager. De oorzaak van de storm in een glas water. Zakt het water, het ijs hoor je dan kraken. Dit is mijn taak met meer lucht dan een glasblazer. En dan nog even over mezelf. Want ik ben tenslotte het leidend voorwerp in deze docuserie. Maar ik merk dat ik mezelf af en toe uit de edit hou, omdat ik bang ben dat het anders een narcistisch document wordt. Tobias zei laatst na het bekijken van een aflevering, je hebt het te weinig over je muziek. Die muziek lijkt er in de aflevering altijd ineens te zijn, terwijl je daar ook hard voor werkt en goed in bent. En misschien heeft Tobias wel gelijk. Jullie moeten namelijk ook weten hoe het met de Dien gaat op muzikaal gebied. Ik heb het gevoel dat ik ben gegroeid in mijn raps, in teksten, in flows en delivery. En dat heeft te maken met vlieguren. Meer tijd en energie steken in schrijven en nadenken over teksten, maar ook op het gebied van muziek. Uren pielen op mijn gele kamer. Sessies met Ketta Beats. Sessies met Ricky West. En zo kwam ook het nummer Hypo tot stand. Ik zeg wel helemaal niets meer, ik ga alweer weg. Ik ben hypocriet, ik heb toch al gezegd. Ik bedoel alles wel goed, maar bedoel het ook slecht. Ik ben niet bij de les, nee ik ben nog niet weg. Verwijder mijn Instagram nooit op socials. Niemand vindt en ik blijf in de motion. Even hier een echte emotion. Detox en even weg voor een poosje. Ben verslaafd en het voelt als een poosje. Hoeveel ben ik vet, hey cat, ik moet posten. Lekker lellen bellen in een parallele universe. Ik vrienden met mijn zet, ik moet wel van de beurs. Ik ben lekker aan het stress, ik zie wat er gebeurt. Uiteraard bedacht Tobias hier een bijpassende clip bij. En liet hij een hele set bouwen. Wat heb je gemaakt? Nou, ja, een straat in Sjoezjork. Een straat in Sjoezjork? Die na rellen in de fikstraat. Oké, auto's kunnen in de fik! En er is één dappere held die de stad kan redden. Alleen het enige probleem is... Is dat hij ook influencer is. En heel veel van de vrouwtjes houdt. Ik moet echt hulp hebben, de stad staat in de fik. Help, help! Ja, ja, spijt je hoor meneer, tief maar op. Ja, heel goed. Staat natuurlijk symbool voor deze tijd. Ja. Is dat de hele wereld staat in de pik. Ja. Maar iedereen is alleen maar bezig met zijn eigen ijdelheid. Ja. Ja. En geiligheid. En geiligheid. Evenals wij. Ja. Evenals wij. Actie. Actie. Ik zeg wel helemaal niets meer, ik ga alweer weg. Ik ben hypocriet, ik heb toch wat gezegd. Ik bedoel alles wel goed, maar bedoel het dan slecht. Ik ben niet bij de les, nee ik ben nog niet weg. Ik zeg wel helemaal niets meer, ik ga alweer weg. Ik ben hypocriet. Het nummer Hypo staat nu op Spotify. Zet hem op repeat en put it in your playlist. Morgen om 15 uur komt de clip van een stad in de fik online. KPN Unlimited. Dat is onbeperkt genieten vanaf €25 per maand. Zo kun je dus onbeperkt de Dien blijven kijken. KPN. We zouden nu naar de studio gaan, alleen... Alleen, ons tussenpersoon wil dat wij het geld eerst overmaken voordat we naar het huis van de game gaan. Dus we gaan jouw vader bellen, hè? Ja, vader was het laatste... 2,5 uur geleden online. Dus heeft hij in de nacht waarschijnlijk. Hij kan waarschijnlijk niet slapen. Oh. De nacht heeft hij nog eventjes gekeken. Ja, want de vader van Tobias is de accountant van Tobias en de boekhouder van onze serie. Hij heeft zijn hele leven als softwarearchitect bij de bank gewerkt, waar hij verantwoordelijk was voor transacties voor miljoenen per dag. Voordat hij begint met de boekhouding, neemt hij zijn eerste kop koffie. Met iets meer melk dan de moeder van Toby en een zoetje. Altijd in dezelfde koffiemok en die nuttigt hij in zijn eigen stoel. Daarna mediteert hij 37 minuten met zijn ogen open, want anders valt hij in slaap, naar eigen zeggen. Vervolgens begint hij aan zijn tweede kop koffie. Ondanks dat hij een zoete kou is, neemt hij geen koekje bij de koffie.
die bewaart hij voor 's avonds. Dan neemt hij 1¾ koek. Onlogische hoeveelheid zou je zeggen? Integendeel, die is precies berekend op een onverwachte hap uit de hoek van de moeder van Tobias. Ja, de vader van Tobias is een man van precisie en structuur en daarom zijn wij maar wat blij en trots met een boekhouder als de vader van Tobias. Nou, het is 5 minuten voordat de hele show begint, heb je nog helemaal niks. Het nee. Is altijd stress van, oké, ga het door. Nou, volgens mij zijn we nu. 25090, ja. We staan nu voor zijn huis. Ja. Dat doet me een beetje denken aan het huis van René Vroeger. Maar dan in Los Angeles. Holy shit. Het gaat echt gebeuren, Daan. Hey. Ik ga nu onze financial controller dan bellen. Ja. Hi. Hi. Nee. Wat lawaai hebben jullie? Ja, we zitten in de auto. De adelaar mag het nest verlaten. Ik herhaal. Het is toch een moment om een halve ton over te maken. Ja. Dus is mama dit nu aan het filmen? Jazeker. Oké. Okay. Maar het geld mag overgemaakt worden. Ja? Oké. Oké, dankjewel. Ja. Nou, oh, wat is dit toch goud! Dat zijn we kwijt. Vader klaar. Oh, ik vind dit zo schattig. Jongens, wat zijn we aan het doen? Zo niet gangster dat mijn vader thuis ochtends met mijn moeder achter de computer op de zolderkamer zit om het geld over te maken. Heb je handen wel gewassen? Ja, nee. Ja. En dan ga je ik veeg het aan mijn broek af. Oh, dus als kijker, ja, maar... als je straks kijkt en je ziet dat het is Daan. Dus de gay hou jullie leuk back. Een handje dus een vuistje geeft, daar heeft hij net zijn filemans meer vast. Echt 2 minuten ervoor. Nee, dit komt er sowieso niet in. Toch wel. Ik vond het achteraf best grappig. Okay. We hebben nauwelijks geslapen de afgelopen dagen en nu al 24 uur niet. We komen hier aan bij een huis waar we niet weten wie er woont, waar we zijn. We rijden hier nu naar binnen. We hebben net een halve ton overgemaakt. En we gaan het wel zien. Yes. Ja. Ik ben er helemaal klaar voor. Heel bijzonder en heel spannend. Maar gaan we geeft in mijn hand? Staan we hier te wachten. Ja. Yeah. Gewoon bij het huis van de game. Holy fucking shit. Wie wil het? Nou, zit hier dan. Volgende keer in de Dean gaat het dan eindelijk gebeuren. En geven we de Dacia Logan weg. Nou, wat een die stront surprise show hebben we nu weer. App al je vrienden of geef het mensen cadeau de tickets voor de Dean en DJ de Makelaar Show. Stream de Dean, gooi je comment sectie vol en like deze video en abonneer. Het is een irreële droom misschien, maar wat er ook gebeurt, jullie gaan het zien. Het is de Dean, ik zet alles in de fik, op naar de top, mijn vrienden en ik, het is de Dean.